Mijn naam is Judith Webber en ik heb een missie. Ik wil graag meer puurheid over de wereld verspreiden. En daar heb ik jou bij nodig. En wat ik doe is een gedachtegoed verspreiden met drie vragen daarin die mij enorm geholpen hebben om puur zelf te worden. Om te voelen dat mijn binnenkant en mijn buitenkant overeenkomen. En dat ik niet een masker op hoef te hebben om maar geaccepteerd te worden. Dat ik mag zijn wie ik ben. Het zijn maar drie vragen. Van kloppen, klopt het waarom? Klopt het wie? En klopt het hoe? En als dat alle drie klopt, dan heb je een match. En dat is ook wat ik verspreid. En dat doe ik al coachend, trainend, schrijvend. Ik heb vorig jaar een boek geschreven, Laat jezelf zien. Dat is ook de kern van mijn boodschap. Want dat is de basis van puurheid, dat je jezelf laat zien. En daardoor word ik ook veel gevraagd voor lezingen. En het onderwerp is natuurlijk ook weer puur zijn en puur ondernemen en laat jezelf zien. Dat loopt als een rode draad overal doorheen. En mijn model biedt daarvoor de basis. Ik ben daar vrij uitgesproken in wat ik van dingen vind en van mensen vind. Niet zozeer van mensen vind, maar van ondernemerschap vind. En dat trekt bepaalde mensen aan en dat stoot ook een heleboel mensen af. En dat is prima, dat het ook afstoot. Want op die manier denk ik dat je een veel duidelijke scheiding maakt tussen je droomklanten en de rest. Waarom doe je wat je doet? Er is een reden waarom je nu doet wat je doet. Alleen we denken daar niet over na. Dus door jezelf die vraag te stellen, door mij hem aan jou te laten stellen, komt er van alles boven bij je. Waardoor je ook weer keuzes kan gaan maken. De tweede vraag is, met wie wil je dat doen? Wie ben je zelf en met wat voor mensen verbind je je graag? Want je kan gewoon kiezen voor met wie je wil werken. En de derde vraag is, hoe? Hoe wil je dat dan doen? Wat is jouw formule? Wat is jouw manier van werken waar je ook voor kan kiezen? Bij heel veel verschillende bedrijven wordt er op verschillende manieren gewerkt. En je kan daar zelf keuzes in maken in wat voor jou prettig is en wanneer jij op z'n best bent. Want waarom zou je niet gewoon het beste van jezelf geven? Daar word je zelf namelijk blij van en de mensen om je heen ook. Dus kies voor energie. Er zijn mensen die jou gewoon per definitie meteen helemaal leuk vinden. En die hoef je dus niet te overtuigen. Daar hoef je eigenlijk helemaal niet zoveel energie in te steken. Er zijn mensen die jou absoluut niet trekken. Dat noem ik dan ook de nee-groep. Dus daar zou ik ook geen energie in stoppen. Want dat merk je snel genoeg, dat gaat hem niet worden. Dat zijn de mensen waar je niet op afloopt op een borrel. En je hebt een groep, die noem ik de misschien. En daarbij denk je van, nou, zou kunnen, zou ook kunnen van niet. Ik weet het nog niet zo goed. Moet ik even mee doorpraten. Die groep kennen jullie vast wel. Als je dit verhaal helemaal rond hebt voor jezelf, dan ga je gegarandeerd onthouden worden. Onthouden worden om wie jij bent. En dat is wat ik denk dat ieder mens graag wil. Onthouden en erkend worden in wie hij of zij is. Pak die invloed. En de sleutel om dat te doen is de titel van mijn boek. Laat jezelf zien.